In het Houtkwartier Oost gaan we een aparte riolering aanleggen voor de afvoer van hemelwater. De wijk wordt klimaatadaptief ingericht en we gaan vergroenen. Ook wordt er ruimte gereserveerd voor de aanleg van een toekomstig warmtenet. 20 februari hebben we voor het project Houtkwartier Oost een eerste meetingsessie georganiseerd, waarop het schetsontwerp is toegelicht. Daarna is het schetsontwerp met de bijbehorende stukken in de gemeenteraad vastgesteld en dit was voor ons het startpunt om het ontwerp verder uit te werken tot een voorlopig ontwerp. De eerste meetingsessie was goed bezocht en er zijn veel ideeën, wensen en informatie opgehaald. De ontwerpster van dit project, Patricia Scholten, heeft veel wensen kunnen verwerken in het voorlopige ontwerp. Op de projectwebsite staat de lijst met wensen en ideeën met erachter een toelichting wat wel en wat niet in het ontwerp is meegenomen. Ook is het voorlopige ontwerp al met een aantal bewoners en de wijkvereniging doorgesproken. Helaas kunnen we vanwege het coronavirus geen tweede meetingsessie bij u in de buurt organiseren. Vandaar dat we deze film hebben gemaakt, om u goed te kunnen informeren over de voortgang van het project en om u uitleg te kunnen geven over het ontwerp. Via het participatieplatform van de gemeente Leiden kunt u meedenken over de ontwerpen. Zoals Oscar net aangaf, zijn we al één keer de buurt in geweest met het schetsontwerp. Tijdens de eerste bewonersavond hebben we veel informatie meegekregen en aandachtspunten die we hebben verwerkt, indien mogelijk, in het voorlopig ontwerp. Voor een deel van de Marienpoelstraat, het deel tussen de Van Swietenstraat en de Rijnsburgerweg, hadden we tijdens de eerste bewonerssessie nog geen schetsontwerp liggen. Omdat het een bijzondere inrichting heeft en vooral heel erg afwijkt van de rest van de Marienpoelstraat, wilden we eerst van de bewoners weten van wat is er zo bijzonder aan die straat en wat moeten we vooral meenemen in het voorlopig ontwerp. Voordat ik het ontwerp verder ga toelichten, wil ik nog een aantal uitgangspunten benoemen die een rol spelen bij het ontwerp. Eén daarvan is het handboek Kwaliteit Openbare Ruimte. In dit document wordt benoemd welke materialen we in welk gebied kunnen toepassen. Dit betekent voor het houtkwartier dat we betonnen tegels of trottoirtegels in de stoep toepassen en gebakken klinkers in de rijbaan. Een ander belangrijk document is het beeldkwaliteitsplan houtkwartier. Dit document is in samenwerking met de bewoners opgesteld. In dit document wordt de Groene Ruggengraat benoemd, de Boer Havelaan en de Van Swietenstraat maken hier onderdeel van uit. Andere belangrijke uitgangspunten in het ontwerp zijn klimaatadaptatie, biodiversiteit en het formaliseren van parkeren. Dit betekent dat we de parkeervakken gaan aanduiden op de rijbaan. De bestaande bomenrij en de middenberm op de Boer Havelaan worden behouden. In de middenberm worden waar mogelijk nog extra bomen toegevoegd. Ook is ons voorstel om aan die middenberm naast het gazon ook beplanting toe te voegen. Deze plantvakken vergroten de groene uitstraling van het gebied en levert een bijdrage aan de klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het groene karakter van dit deel van de Boer Havelaan wordt zoveel mogelijk doorgetrokken naar het tweede deel van de Boer Havelaan. Dat is het stukje tussen de Van Swietenstraat en de Zwijlandlaan. In dat deel van de Boer Havelaan is het niet mogelijk om de middenberm door te trekken. In dat stukje is ervoor gekozen om het groen juist aan de zijkanten van de straat in te passen. En ook in dat deel zullen we waar mogelijk nog extra bomen toevoegen. Op het gebied van verkeer doen we ook een aantal voorstellen. In dit deel van de Boer Havelaan, tussen de Rijnsburgerweg en de Van Swietenstraat, worden de rijbanen in twee richtingen gebruikt. Ons voorstel is om er één richting per rijbaan van te maken. In het tweede deel van de Boer Havelaan, tussen de Van Swietenstraat en de Zwijlandlaan, ligt de schoolzone. Deze schoolzone wordt in het ontwerp ook weer teruggebracht. Met betrekking tot het ontwerp van de Boer Havelaan heb ik nog een aantal vragen. Graag wil ik weten wat de mening van de bewoners hierover is. Een van de vragen gaat over de beplanting in de middenberm. Er zijn twee opties waarop we die beplanting kunnen inpassen. Optie 1, de slinger. Hierbij willen we graag plantvakken aan de zijkanten van de middenberm planten, waardoor er een soort slingerende beweging in de middenberm ontstaat. Optie 2, dat noemen we de blokken. En hierbij gaan we in een ritme verschillende plantvakken aan de middenberm toevoegen. Het tweede vraagstuk gaat over de voethekjes die nu langs de middenberm aanwezig zijn. Vanuit de uitstraling van de middenberm zouden we die daar graag weg willen halen. Tijdens de eerste meedenksessie kregen we echter gemengde reacties vanuit de bewoners. Ik zou graag willen weten of we de voethekjes nu wel of niet terug moeten brengen in het ontwerp. Het derde vraagstuk gaat over de mini-containers die nu in de middenberm staan. Om een tweetal redenen zouden we deze graag willen verschuiven van de middenberm naar het trottoir. Een van de redenen is de uitstraling van de middenberm. En de tweede reden is meer verkeerskundig van aard.
In de huidige situatie rijdt de ophaalwagen een nogal onlogische route. In de nieuwe situatie willen we graag dat hij met het verkeer meerijdt. Dit betekent ook dat de semi-containers van de middenberm naar het trottoir worden geschoven. Er zijn twee opties mogelijk. Eén optie is dat we alle mini-containers, zowel GFT als restafval, verschuiven naar het trottoir. Een andere optie is dat we de restafvalcontainers vervangen door ondergrondse containers en dat alleen de GFT mini-containers op het trottoir worden geplaatst. De Van Swietenstraat is onderdeel van de groene ruggengraat die door het projectgebied en het Houten Kwartier loopt. In het ontwerp wordt dan ook zoveel mogelijk ruimte vrijgemaakt voor het groen. In de huidige situatie is er op de Van Swietenstraat twee richtingsverkeer mogelijk en wordt er geparkeerd in haakse parkeervakken. Ons voorstel is om dat twee richtingsverkeer te handhaven, maar het parkeren vorm te geven in langs parkeervakken. Dit levert extra ruimte op wat kan worden toegewezen aan het groen. Op de Van Swietenstraat wordt een extra schoolzone ingepast. Op de Marienpoelstraat, het deel tussen de Van Swietenstraat en de Zwijlandlaan, wordt het parkeren ook weer opgelost in de parkeerhavens. Op de Marienpoelstraat wordt er in de huidige situatie in twee richtingen gereden. In het ontwerp worden nog geen uitspraken gedaan over de rijrichting. De definitieve rijrichting volgt uit het masterplanverkeer Houtkwartier. De Marienpoelstraat grenst aan de Poelwetering. De oever van de Poelwetering bestaat nu uit strak gemaaid gras. Ons voorstel is om dit om te vormen naar een wat ruiger, struikrijker grasland. Dit levert een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Ook houden we bij het ontwerp rekening met de vleermuizen en de amfibieën. Recent is er een parkeertelling uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in het projectgebied op het drukste moment 209 auto's staan geparkeerd. Conform het gemeentelijk beleid dienen er dus 260 parkeerplaatsen terug te worden gebracht in het nieuwe ontwerp. In het voorlopig ontwerp zijn er echter 285 parkeerplaatsen ingepast, een overmaat van 25 parkeerplaatsen. Aan bewoners de vraag wat we met deze 25 extra plekken gaan doen. Behouden we deze plekken als parkeerplaatsen of zetten we deze in voor de vergroening, voor het inpassen van extra fietsparkeerplekken of voor elektrische laadpalen? Voor dit deel van de Marienpoelstraat tussen de Rijnsburgweg en de Van Swietenstraat hadden we tijdens de eerste meedenksessie nog geen ontwerp liggen. Op basis van de input die we toen hebben verkregen, hebben we twee varianten opgesteld waar we graag uw mening over willen horen. In de huidige situatie is een deel van de Marienpoelstraat vormgegeven als woonstraat en een deel is vormgegeven als woonerf. Er zijn verschillende elementen toegepast en ook is er verschillend bestratingsmateriaal terug te vinden. Dit allemaal tezamen zorgt voor een vrij onrustig beeld. In het verleden zijn er maatregelen getroffen om de wateroverlast in de woningen te verminderen. Een belangrijk ontwerpuitgangspunt in dit deel van de Marienpoelstraat is dat we waterberging op straat creëren en dat we in het ontwerp zoeken naar een zo rustig mogelijk straatbeeld. Voor de Marienpoelstraat hebben we twee varianten opgesteld. In beide varianten zoeken we altijd naar een combinatie tussen de woonstraat en het woonerf. Het verschil tussen beide varianten zit hem in de verhouding woonstraat-woonerf. In variant 1 is het overgrote deel van de Marienpoelstraat ingericht als woonstraat en in variant 2 is juist het overgrote deel ingericht als woonerf. Ook de wijze waarop water wordt opgevangen verschilt in beide varianten. Graag wil ik van u weten waar uw voorkeur naar uitgaat. In september organiseren we nog een meedenksessie om het definitieve ontwerp met alle betrokkenen te bespreken. De planning is dat het definitieve ontwerp in oktober gereed is. In december neemt de Raad erover een besluit en de verwachting is dat we in april volgend jaar starten met de uitvoering van het project. De uitvoeringstijd is ongeveer 1,5 jaar. Wat gaan we de komende periode doen om iedereen goed te kunnen informeren? Naast deze film wordt er een bord in de wijk geplaatst met erop de tekeningen. Daarnaast kunt u meedenken via het participatieplatform van de gemeente Leiden op doemee.leiden.nl. Ook wordt u via Stadsnieuws op de hoogte gehouden.